Goedenavond, beste mensen. Welkom bij de 11e aflevering van de Unicast. Ik heb vanavond bij mij Michel de Koster, bassist van De Mens, vader, racepiloot, triatleet, auteur van de No Nonsense boek en People Peppers. Goedenavond, welkom. Welkom, Ben. Wij zijn eigenlijk heel blij dat wij vanavond hebben. Wij hebben zelf een onderneming in de branche waar u heel lang heeft in zaken gedaan. En ik heb vele vragen voor u. Dat is heel goed. Ik zou willen beginnen met de volgende vraag. U heeft een boek over leiderschap. Word je geboren met de eigenschap om te leiden of is dat iets dat je leert doorheen de jaren? Dat is een zeer klassieke vraag, hè, die dikwijls gesteld wordt. Ik denk dat het antwoord een beetje dubbel is. Het is goed dat het, als het al in u zit, hè, dan zit het er meestal al in. Hmm. En dan komt het er meestal ook uit. Hè. Dan heb je mensen die van natuur uit redelijk wat leiderschapskenmerken uittonen. Iemand die dat minder heeft, kan dat wel aanleren. Maar dat zal nooit zo goed zijn. Als, ja. Dat is een beetje zoals een goede wielrenner of een goede voetballer. Dat heet een beetje talent of aangeboren. De aangeboren neiging om die dingen goed te kunnen overbrengen. En ik denk wel, als je die hebt, dat sowieso eruit komt. Ja. En wat zijn zo wat van die aangeboren neigingen tot leiderschap? En ken u die ja. Kan ik daar kort op antwoorden? Of kan ik daar lang op antwoorden? Of moet ik daar kort op antwoorden? Podcast, kunnen ja, twee uur zitten. Dat zijn serieuze, zware vragen. Omdat dat zeer veel dimensies heeft, hè? Sterke leider. Dus dat is niet één ding, dat zijn verschillende zaken. Ik beschouw het dikwijls de natuurlijke gave om mensen mee te krijgen. Dat is leiden. Dat is natuurlijk leiderschap. Ja. De ene komt ergens binnen en trekt aandacht en door dingen te zeggen en te doen en door zijn body language en door bepaalde zaken gaat die mensen motiveren en mensen meekrijgen. En iemand anders die gaat binnenkomen en die heeft het charisma van een oester en daar gaat niks gebeuren. Dus dat moet je al een beetje in u hebben. En dan leiderschap, dat heeft veel dingen. Hè. Visie tonen en zeggen waar je naartoe wil gaan. En dan, hè, want mensen willen ergens naartoe gebracht worden. Ja. En dan ze gaan zo pushen en duwen en zalven en slaan dat ze daar geraken. Hè. Dat is leiderschap. Hè. Ja. Daar zijn zeer veel dimensies aan. Ja. Je moet graag met mensen werken. Ik denk dat ook belangrijk is. Het moet zeer vervelend zijn om in leiderschapsfuncties te zitten en eigenlijk niet graag met mensen werken. En dat gebeurt nogal veel eigenlijk. Dat zie ik toch nog veel gebeuren. Ja. Ja. Want u helpt nu, als ik het goed heb begrepen, leiders om beter te leiden. Ja, managers, leiders, ondernemers, ja. Ja. Dat is soms operationeel, hè, soms zeer praktische zaken in het dagelijkse aansturen van hun bedrijf. Maar dat gaat veel, veel, veel ook over wel het team dat ze hebben, de mensen met wie dat ze werken en het empathische, zo, dat menselijke. Dat is altijd een beetje mijn dada geweest in het leidinggeven. Okay. Dus niet alleen KPI's en dashboards en al die zeven, maar vooral met mensen werken en dingen uit mensen krijgen die ze zelf niet wisten dat ze die in zich hadden, bijvoorbeeld. Dat is een zware statement. Ja, dat is wel interessant, want dat is aan uw activiteit dat je nu... Dat doe ik nu, ja, al nu 10 doen? Jaar. Ja. Okay. Al 10 jaar. Ik ben eigenlijk uit corporate life uitgestapt en ik heb daar een beetje een rouwperiode over. Dat heeft 2 jaar geduurd en af en toe mis ik dat nog wel een beetje, want daar zijn ook toffe dingen aan. Maar ik hou enorm veel van de onafhankelijkheid die ik heb vandaag. Om de dingen te doen die ik graag doe. Nu, dat is een beetje een cliché en dat is ook niet helemaal waar. Want soms moet ik ook dingen doen die ik ook niet graag doe. Dat is in een relatie is dat ook zo. Hè. Je moet soms dingen doen die je niet zo tof vindt. Maar door de band, hè, kan ik toch nog kiezen met wie ik samenwerk eigenlijk. En dat vind ik wel plezant. Ja. En ik ben eigenlijk niet zo geschikt. Ik ben tot dat besef gekomen voor zo echt de hele hoge... Dus dat, het politieke aspect in de grote bedrijven, niet dat ik daar moeite mee had. En ik kan ook best een potje politiek meedoen. Maar als dat de hoofdmoot wordt, dan vind ik dat niet zo belangrijk. Ik heb liever de inhoud en de resultaten en minder het...
ja, het gehannes en het getaffel van de politiek. Zo. Ja. Ja. Ja, wat bedoel je zo met het politiek aspect in bedrijven? Is dat dan meer zo de bureaucratie? Ik moet dat ook niet overdrijven. Ik heb er ook niet te veel last van gehad. Maar ik heb wel gemerkt, als het erop aankwam, dat de verpakking bij sommigen belangrijker was dan de inhoud. Ik heb daar wel van geleerd, want ik heb trouwens een tweede boek geschreven dat daar meer over ging, waar ik aan mensen, jonge mensen en oudere mensen die dat vergeten zijn, uitleg dat je enorm goed in, hoe moet ik het zeggen, dat je enorm goede content kunt hebben en enorm goed in je vak zijn, maar als je dat niet kunt overbrengen, als je dat niet goed kunt verpakken, hè, al de dingen waar jullie mee bezig zijn, dat erg is. Ja. Nu, ja. Die camera's, al die dingen die hier staan, die zijn ook niks als hier iemand zit die niks te vertellen heeft. Dus het is een combinatie van de twee. Ja, maar in het bedrijfsleven heb ik toch gemerkt een paar keer dat een aantal mensen zeer goed bedreven zijn in het zichzelf intern promoten. Niet altijd gestoeld op grote resultaten. Ja. En dat mensen zich daar gemakkelijk laten aan vangen. En ik vind dat een beetje, ja, dat is een beetje frustrerend. Ja, dus ben dan gewoon in politiek hetzelfde. Dat is ook een fenomeen. Ja, dat is één aspect aan corporate life dat ik niet zo plezierig vind. Ja. Maar dat is er maar eentje. Daar zijn ook toffe dingen aan, absoluut. Ik mis teams, ik mis ook wel dingen samen te doen met een... Want als consultant of als adviseur heb je toch altijd maar een... geen vijfde wiel aan de wagen, maar een soort externe hulp die meestal ingeroepen wordt als het moeilijk gaat, maar die niet bedankt wordt als resultaten er zijn, want dan is het dankzij de... Dat is een beetje eigen aan de mens ook. Okay, ja. Om succes as many owners. En dus dat moet je wel een beetje hard in worden. Ja, je hebt het over teams. Heb je ook aan recruitment gedaan en aan het aannemen van... Een van de belangrijkste dimensies van leiderschap is de juiste mensen vinden. Yes. En ook de juiste mensen kunnen aantrekken en houden. En waarom blijft iemand voor u werken? Omdat dat tof is om voor u te werken. En wat is dat tof? Dat die luistert naar mij of zij luistert naar mij. Of die, daarvan leer ik iets. Dat is een belangrijke les. Hè, die ik, als ik soms wat belerend overkom, als ik dat bij jonge mensen, dan kan dat soms wat belerend zijn. Maar van complimenten leert je niks. Je leert alleen maar dingen van onder je voeten te krijgen. En soms was ik daar niet mee akkoord, maar de best lessons in life was als ik ongelooflijk tegen mijn zak gekregen heb van mijn vorige bazen. En ik haatte die op dat moment. Ik had die op je gezicht kunnen slagen. Maar ze hadden wel gelijk. En daar leert je van. En niet van, oh, je bent goed bezig. En vandaag zijn we in de maatschappij, die is altijd goed bezig. Nee, niemand. Er zijn veel mensen die niet goed bezig zijn, zo middelmatig zijn. En die mensen hoger opbrengen, dat is iets waarvoor mensen dikwijls blijven. Het is geen gemakkelijke zo, maar het gaat wel vooruit met hem of met haar. Hè? Ik zie altijd bewust met hem en haar. Hè? En je weet vandaag. Hè? In Delft hebben we er ook nog, want die ga ik er even. Dat is maar een uitzondering. Ja, de overgang zo. Voilà, inderdaad. Hoe is dat door de jaren waarschijnlijk ook wel beter worden, op voorhand zien of dat iemand. Goeie vraag. In het team past. Ja, goede vraag. Zelfs met de jaren kun je soms nog enorm vergissen, maar je voelt wel snel aan de drive of de assertiviteit van iemand. Het diploma doet er niks toe. Hè. Dat vinden altijd diegenen die een diploma hebben. Tof om te zeggen, dat is zoals mensen die veel geld hebben zeggen, geld is niet belangrijk. Het diploma is natuurlijk belangrijk, maar in wezen is de drive belangrijk. Zo, de assertiviteit, empathie, gewoon no-nonsense. Zo. En daar ga ik wel bij jonge of minder jonge mensen. Dat hoeven niet alleen jonge mensen te zijn. Dus een goede mix van de twee. Zo. Ja. Maar het blijft een moeilijke. En ik denk dat een van de belangrijkste skills waar een manager, een ondernemer of een manager of een leider zich moet in vervolmaken, is in de juiste mensen. Is continu in recruitment te gaan. Continu in recruitment. Ja. Zo, dikwijls hoor ik in het bedrijf, mijn team is niet helemaal in orde. Ik heb de zesde, die zesde is niet echt goed, maar ik ga hem niet vervangen, want dat duurt hier 6 maanden voordat je iemand vindt. Dan zeg ik, maar wie zoekt dan? Ah ja, maar met HR. Ik zeg, maar HR, jij moet zelf zoeken. Ja. Jij moet zelf al iemand klaarzitten. Jij moet, en hoe doet dat dan? Ik zeg, zo en zo en zo. Moeten we dat ook al doen? dat moet je inderdaad doen, want dat is uw kracht. Dat is het eerste wat je moet doen. Dat gaat de resultaten te zien zijn.
Dat is die zes man samenstellen. Hmm. Dus die zesde dat je neemt, dat is een halve. Die is niet goed. Zo, te tam of te... niet goed. Hmm. Middelmatig zo. Ja. Zorg dat je al weet wie bij de concurrentie dezelfde functie heeft. Hmm. Ah ja, nu moet ik dat, ja, door naar feestjes en naar networking-events te gaan en door naar fucking LinkedIn te kijken gewoon. Het staat er allemaal in. Je moet er dan naar kijken. Ja. Ja. We hadden dat vroeger niet. Nee, ontslaag je snel dan? Ik vind... Kijk, als het echt obvious is, als het echt overduidelijk is dat iemand niet functioneert en dat iemand niet delivered, dan vind ik het voor hem, haar en voor u belangrijk dat je daar niet te lang over taffelt. Mm-hmm. Ja. Want dat heeft geen zin. En soms kan dat de context zijn, soms kan dat iets zijn dat maakt dat die persoon in een andere functie of met een andere persoon beter functioneert. Maar als dat niet marcheert, en je moet natuurlijk die waarschuwing, je moet dat proces volgen, hè. Je moet waarschuwen, je moet zeggen, man, dat is niet goed en dit en dat. Maar je moet daar niet mee blijven aanmodderen. Ja. De moeilijke gevallen zijn de gevallen half en half. Het is niet slecht, maar het is ook niet top. En dan zeg ik dikwijls, oké, je hebt zes man of acht man, man of vrouw, stel dat je... Wie is eigenlijk... In die bepaalde functie, of wie, competentie en attitude, wie beantwoordt, wie heeft een 8 op 10? Een 8 op 10. Ja, dus mocht iedereen geschapen zijn naar het evenbeeld van die persoon, oh, dat zou fantastisch zijn. Zeg, daar moet aan werken. Mm. En als jij een 5,5 op of een 6, en je kunt daarmee heel veel energie en heel veel aandacht en heel veel gedoe, kun die naar 7 brengen, dan ook maar een 7. Maar dat is dus dan moet jij kiezen. Yo, de boss kiest, hè. Mm. Maar dan kies je ervoor om daar veel tijd en energie in te steken. Ja. Die nacht moet je niet veel tijd en energie steken. Mm-hmm. Die functioneert alsof twee handen op één buik. Die heeft ook maar een half woord nodig. Dat zijn mensen dat je een keer kunt op tafel kloppen en zeggen, godverdomme, dit is niet goed. En die beginnen te huilen of die zeggen, oké, het is niet goed. Ik zal u tonen dat beter. Dat wil ik hoor. Ja. En dan twee weken later kom je en zeg, voilà. En nu jij. Dat is al het beste scenario dan uiteraard. Hè? Ja, dat is het beste scenario, dat is niet altijd even... En ik druk dat heel black and white uit. Hè. Dat is nodig als coach, dat moet altijd doen. Je moet het heel plastisch, zwart-wit. Niks is zwart-wit, het is allemaal tinten van grijs. Maar het zijn keuzes en de baas maakt de keuze. En mensen die kiezen voor middelmatigheid, mij niet gelaten, dat is hun keuze. We zijn een middelmatige baas. Hmm. Als dat een bedrijf dat toelaat, is dat goed. Hè? Hmm. Ik vind dat ook niet erg, hè? Maar dat is... Sommige bedrijven, of je eigen waarde wil, dat je toch wel de beste bent. Of dat je toch bij de goeie bent, of dat je vooruit gaat. En dan moet je toch een team hebben dat eigenlijk aan elkaar hangt. En waar iedereen elkaar ook voor. Ik geloof ook veel in groepsdruk. Sociale druk vanuit de groep. Hmm. Om te presteren. Niet alleen van boven. Het machtigste is als de collega's beginnen te duwen. En zeggen, allee, kom aan. En gelijk zeg, vliegt er eens in, dat duurt allemaal veel te lang. Zo. Ja. Maar blijft dat contract zo? Ja inderdaad. Ja, je had het net over diploma's en over Drive. Ik heb gelezen dat bij u in middelbaar en zo ook niet allemaal van een leien dakje ging, maar dat je daarna wel met onderscheiding bent afgestudeerd. Ik weet wel dat je dat gehaald hebt, maar dat is ook wel zo. Ik heb in het middelbaar onderwijs... Ja, dat was zo het gezegde dat ik meer op de gang stond dan in de klas zat. Dat is niet waar, maar ik stond toch wel veel op de gang. Maar ik vond dat een vreselijke tijd. Echt waar. Mm. Ik vond dat zeer vervelend. En als ik mijn dochter nu zie struggelen ook in het middelbaar, dan heb ik ook goed om te zeggen, dan ook, zeg u dan niet aan, hoger onderwijs, dat is belangrijk, wat dat je doet na je middelbaar. Maar ze moeten er wel door zijn natuurlijk. Dus ze is goed bezig, maar... Ja, ik vond dat saai en boring. Dat was ook zeer, zeer op wiskunde en fysica gericht. En ik was toch meer op de menswetenschappen en de talen en al wat dat met history en nadenken, al die dingen. Dat was meer mijn ding dan de exacte wetenschappen. Ja. Dus dat was... het PMS vond mij niet geschikt voor hoger onderwijs. Ja, goed. Well, you proved them wrong. Ja, voilà, dan heb ik via naar elkaar met grootste onderscheiding afgestudeerd, politiek. En dat deed ik echt graag. Ja. Dat was ook... Ik deed dat graag, dus dan is dat plezant. En dan gaat dat binnen als zoete koek, eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat was echt heel tof. Het is vooral wat dat je ermee doet. Hè. Het is zo... Politicologie, het is grote stukken materie kunnen verwerken, verbanden kunnen zien, dingen verstaan. Gewoon een beetje een brede kijk op de wereld hebben. Ja. Wat dan niet altijd het geval is met de mensen die exacte wetenschappen gestudeerd hebben. Mm-hmm.
Want dat zijn altijd de slimste jongens, de slimste meisjes van de klas. Die krijgen altijd tap on the shoulder. Allemaal vindt die fantastisch, omdat ze goed kunnen rekenen en afgeleiden kunnen doen. Wat we in het normale leven niks mee doen. Maar we sturen daar wel raketten mee naar de maan, dus we hebben die mensen nodig. Maar je ziet, ik word dan wat gedreven zo. En dan zo'n mama vond hen ook altijd best... Toch wel meer ingenieur. Fantastisch dat je burgerlijk ingenieur. Fantastisch. Ik heb daar diep respect voor. Ik kan dan niet, zijn slimmer als ik. Ja. Maar die mensen missen soms een beetje empathische vermogens. Mm. En om niet alleen, het gaat niet alleen over de wetenschap, over de exacte dingen. Het gaat ook over dat kunnen overbrengen. Ja. En dat vind ik even belangrijk. Mm. En gelukkig kan ik daar een beetje in uitmunten. Wat ik in het exacte niet zo goed kan. Ja, ik kan wel tellen, hè. Maar ik maak het altijd veel te moeilijk. Ik heb een vriend, die is, mijn beste maat is eigenlijk wiskunde. Ja, wat heeft hij gestudeerd? Wiskunde of fysicus is die of... Oh, ik weet niet, het is heel moeilijk. In ieder geval, een hele slimme mens. En dus als ik die een wiskundig probleem voorlegde, waar ik niet aan uit kon, dan zei hij helemaal leeg, omdat je dat nu niet ziet. Stoemerik, dat is gewoon dat, zo. En dan zei ik, was dat maar, ja. Ik maak het altijd veel te moeilijk. Denk ik. Mm-hmm. Ofwel was ik gewoon te dom om dat te begrijpen. Wat was je eerste stap na dat je bent afgestudeerd? Het leger, 2 jaar. Oké. Yes. Ik heb dat trouwens deze vakantie een goede... Maar zo'n beetje politiek, zo, dat moeten we ons voorgoeden in podcast misschien. Maar als ik dan zo die problemen van die rellen hoor, met nieuwjaar, wat eigenlijk een feest zou moeten zijn, hè, dan denk ik, misschien zouden die jongens en meisjes, want ik denk dat er ook wel meisjes bij zitten... Mm-hmm. Een verplichte legerdienst. Ik ben voor verplichte legerdienst. Zou fantastisch zijn. Ik zou het er wel in kloppen in de opleiding. En ik denk dat die jongens daar ook iets zouden aan hebben. Want wat die niet hebben, is ze nou vast. Ja. Dat ze snappen dat ze die een brommer die niet van hen is, waar iemand waarschijnlijk voor gewerkt heeft, dat die daar met 3 die weg en die op een brandstap liggen, dat is niet done zo. Mm. Dat is voor pas faire ça. Voilà. En dat denk, ja, dus ik ben daar wel een voorstander van. Ja, ik heb terug, ik denk 2 dagen geleden nog een conversatie gehad met een oudere man, die dus ook verplichte legerdienst heeft moeten doen. En die zei ook van, de waarden en normen dat je ontdekt en leert als je in zo'n dienst zit, is iets dat je voor de rest van je leven meedraagt en je ook effectief helpt. Dat is waar. In je leven. Het leger leert ook veel dingen die niet helemaal kosher zijn. Want je leert daar ongelooflijk veel zuipen ook. Wat dan niet zo goed is. I don't know. Maar in het leger, wat ik daar geleerd heb, en ik kijk daar altijd met veel plezier op terug, dan zie ik veel mijn vrienden zeggen, ik begin weer over het leger beginnen. Maar ik heb bijgetekend ook. Ik heb een 2 jaar in het leger gebleven. Okay. Ja, en dus, wat was de standaard voor gewoon, dat je sowieso moest doen? De standaard was, wat was dat? 12 maanden, 14 maanden? Ja. En ik heb een gevechtseenheid gekozen, dus ik heb veel buiten gezeten. Dus ik was een beetje speciaal. Ik was een beetje getikt in die periode, want ik wou eigenlijk... ik wou actie, dus... En dat is niet gelukt, hè, want dat was mijn grote frustratie. Het was heel kalm overal, dus er waren geen buitenlandse missies. Maar ik vond dat heel tof en ik heb met heel verschillende mensen gewerkt. En ik denk dat ik een groot stuk van de basistechnieken om eigenlijk met mensen te kunnen werken, daar ook niet geleerd heb, maar daar ben mee begonnen daar. Mm. Maar ik had jongens die niet konden schrijven, hè, dus die ook heel domme, heel simpele jongens. Hè, en daar toch die kunnen meetrekken voor een hoger, nobeler doel dan die bijvoorbeeld de wisselbeker voor stonnenfuseliers winnen. Ja, dat is ons gelukt, omdat ik gewoon de beroeps had afgeschilderd als de vijand zo. Wij gaan tonen, want wij komen van, wij zijn maar de miliciens, wij kunnen niks, hè, wij kunnen niks, we gaan niet zien. Hè. En zo werken op het eergevoel zo. Ja. En dat is ook iets wat werkt, hè. Ja, absoluut. Dat werkt gewoon. Zo, eer voor wat dat je doet en alles in orde is. Koekjes en al dat. Alles. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ik zie alles, hè. Ik hou alles in de oog. Dat is goed. Ik ben zeer alert. Nee. Ja, we moeten dat zeggen, hè. Alleen bedoel, Nee, dat is zeer goed. Dat is zeer goed. Ja. Dus dat leger was heel tof. Heel toffe periode. Ja. Ja. En dan ben ik als verkoper begonnen. Op een advertentie. Ja, ik heb dat verhaal dikwijls verteld, maar dat is niet erg.
wil nu veel geld verdienen. Ik was zo'n gasten met helemaal witte tanden. En wij zijn redelijk thuis, redelijk... wij waren zeker niet arm, maar wij zijn ook niet in weldadige rijkdom opgegroeid. Dus het was toch een beetje krabben en toch wat tellen. En ik wou absoluut veel geld verdienen. Ik was redelijk materialistisch ingesteld. Ik wou gewoon poen verdienen. Ja. En dingen kopen die ik wou. En ergens binnen gaan en zeggen, die kamer, die moet ik hebben. Zo. Ja. Zo, die... Ja. Ah, en wilt u nog... Nee, die moet ik hebben. Ah, dat is wel een... Ja, die. Dat was dan in het begin de drijfveer om die verkoop... Ja, en ik ben daar ook niet vies. En als je dan in de verkoop gaat op commissiebasis, hè, want ik had geen vaste loon, dat vind ik wel een... Dan moet je gaan. Hè. Maar ik heb gelukkig... ik ben al zeer God hebben zijn zien, maar hij leeft nog, de fot. Maar ik heb een hele goede coach gehad, een eerste baas, ja, die me echt heel goed geholpen heeft. Want wij moesten inderdaad toch wel een bepaalde vorm van hard selling doen. En niet dat we belletje trek gingen doen, maar het kwam er toch bijna op neer. Zo, wij verkochten telefooncentrales, wij moesten dus... We kregen een zone, en in die zone, dat was uw zone, moest je dus wel contact leggen met die baas van dat bedrijf om die een telefooncentrale te verschachelen. En ja, dat doet je door daar toch binnen te stappen en een vieze secretaresse te krijgen. Maar wat is de... Dus, dat was een B2B-product dan? B2B. KMO, ja. B2B-product. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Okay. Ja. Right. Eigenlijk in Vlaams-Brabant. Oké. Okay. Dus geen GPS, dus met een kaart. Ja. Alleen, je moet je dat voorstellen. Hè? Dus geen LinkedIn. Dus een auto. Een eigen of auto. Een Peugeot 205. Ik had er wel speciaal velgjes op gezet. Dus zo een beetje een Johnny Bakske zo. Dat was wel tof, maar een diesel. Maar dus, daar hadden we een bijdrage in. Dus dat werd niet terugbetaald. Dus een kleine bijdrage voor de NAFT. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb geluk gehad ook. Ik heb een paar mooie deals in het begin die nog van de vorige gevallen zijn, die hij zei ik niet kon afsluiten voor de vervaldatum. Hmm. En dus ik mocht dat contract gaan halen en dat was direct bingo. Want mijn toenmalige vrouw die dacht dat wij van de honger gingen sterven. Omdat ik geen vast wedden had. Hè. Ik had een voorschot op commissie. Dus je kreeg een loon, dat was 400... Nee, wat was dat? Een voorschot op commissie? €600 per maand, voorschot op commissie. Dat was het. Oké. Okay. 24.000 frank nu. Dat was toen meer geld als nu waard. Hè? Mm-hmm. Ja, door inflatie en zo. Door inflatie was dat meer waard. Maar dat was niet. Maar dus als je geen commissies had, moest dat terugbetalen. Mm. En geen auto. Maar de eerste deal, dat was 180.000. De eerste deal dat ik deed, was €4.500 in één keer. En uit een telefooncel ben ik dan gaan bellen. Ja, ik leg dat uit omdat je zou beseffen in welke tijd dat we leefden toen. Hè? Ja, dat was veel minder evident. Ik had dat fonds geweest. Ik had mijn contract nog in mijn mallet zitten en ik was dat contract aan het nalezen. En ik zeg, fonds, ik heb dat hier uitgegeven, die commissie, kan dat? Ja, mama, dat kan, natuurlijk kan dat. Dikke poen, dikke poen. Dus ik was vertrokken, hè. Dat was fantastisch. Dat gedaan en dan ben je naar iets anders gegaan. En dan, wat was dat dan? Ja, nee, dan ben ik niet naar iets anders gegaan. Dan ben ik gewoon 12 jaar in dat bedrijf gebleven. Ah, zo, oké. Okay. Ik ben daar eigenlijk zo. Maar dat was een heel... Ja, dat was een, met een heel speciale mentaliteit en... Poetsenbakken op het werk gaan met elkaar. Dat was een heel goed, toffe periode. Zo elkaar echt poetsenbakken. Hè? Dus mensen vastplakken op een stoel en zo. Ja. Dat gebeurt veel te weinig vandaag, vind ik. Mm-hmm. Het is veel te serieus. Ja, je hebt dan nog zo... ik heb even in een beenhouwerij gewerkt en er ging er dan ene weg. We hebben deze auto helemaal gerapt in krimpfolie. Allee, dus dat, in zo van die sectoren gebeurt dat, denk ik, toch wel wat gelijk. Ja, kantoren en zo. Moeilijker, hè. Ik denk dat dat met de jeugd te maken heeft, maar iedereen is zo snel op zijn teentje getrapt. Hè, en dat is iets... Ja. Ik vind dat je daar moet tegenin gaan. Ik vind humor zeer belangrijk ook. Absoluut. Zeer belangrijk kenmerk van goed leiderschap, humor. Mm-hmm. Humor betekent u in de eerste plaats uzelf ook niet te veel serieus nemen. Hmm. Dat betekent niet dat je uzelf moet... veel mensen die omhoog gaan door druk en door de anderen en iedereen vindt u fantastisch, beginnen zichzelf op het moment zo fantastisch te vinden, terwijl ze eigenlijk niet zo fantastisch zijn eigenlijk. Hè? Acteurs en actrices zijn daar het summum van. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar bon, zijn in het bedrijfsleven ook wel wat mensen die wel naast hun schoenen lopen. En humor is een goede manier om ook dingen gezegd te krijgen. Ja, ik wou net zeggen, dat zal toch ook wel zorgen dat mensen wat vlotter worden en gewoon van alles zeggen wat ze denken. Maar voor betere communicatie. Ja, een goede sfeer. Een goede sfeer. Zo, er mag al iets gelachen worden. Zo, de baas...
Ja, dat is een moeilijke lijn zoeken. Hè? Want soms... Allee, goede sfeer is niet met uw mensen op de lappen gaan en dronken worden. Nee, dat is met uw mensen op de lappen gaan, maar vertrekken voor iedereen dronken begint te worden. Mm-hmm. De gouden regel, want dan beginnen ze te zagen. Zie, moet ik iets zeggen? Dan was ik al weg. Ja, dat komt allemaal naar boven. Hè. En dan komen al die inhibities vallen weg en dan begint er... Ja, en dan... Nee, dat is niet goed. En dan nee. Maar lachen, gewoon een beetje lachen. Have fun together, zo. Ja. Absoluut. En als er moeilijkheden zijn, ja, daar ook aandacht hebben voor de mens. Mm-hmm. Ja. Wat ons naadloos bij de muziek brengt. Nee. Ja, nee, ik heb daar niet over hebben. Ja. Nog een vraag, daar gaan we het wel zeker over hebben. Ah, ja. Okay. Ja, sowieso. Okay. Nu, ik ben hier nog niet weg. ik heb toch een clipje gezien waar je praat over de digitalisering. Ja. De impact van digitalisering op communicatie. Nu, dus digitalisering heeft gezorgd dat communicatie gemakkelijker is geworden, maar heeft dat ook ervoor gezorgd dat communicatie beter is geworden? Ik vind dat wel, ja. Oké. Okay. Ik vind dat wel veelzijdiger. Ik vind, alleen dan mocht je je handjes kussen. We leven wat dat betreft in een gouden tijd. En ik ben daar echt blij mee dat ik dat in mijn schoot nog geworpen gekregen heb, die digitalisering, omdat dat ook weer iets dat je kunt opleren. Ik heb mij enorm gaan verdiepen in artificial intelligence en al die dingen. En al die stof. Ik heb trouwens eigenlijk blijven studeren. Nog een belangrijk kenmerk van leiderschap. Je ziet dat zeer multidimensioneel. Een leider moet zich constant blijven heruitvinden en dingen bijleren. Zo. Ja. En ik heb in ICT gewerkt, maar dat gaat zeer breed. En nu de laatste wave van digitalisering vind ik fantastisch. Omdat je inderdaad op verschillende... Ja, je kunt kort, lang... Allee, dat heeft veel, veel dimensies. Mm-hmm. En dat vind ik wel tof. Ja. Digitalisering is ook, heeft ook met automatisering te maken, excuseer. En die automatisering, dat maakt als je stomme dingen die repetitief zijn, die kunnen vervangen door een machine. Dat is toch fantastisch. Ja. Mm-hmm. Je bent aan het leren over AI. Ja. Ik werk met jonge ondernemers die AI-bedrijven hebben opgericht. En die eigenlijk vooral in NLP, dus vooral met het taalaspect, dus de taal en... En het scannen van documenten en het uit de documenten informaties halen, maar dan ook verbanden tussen die informaties leggen. Dus boekhoudsoftware ook nu begint op te bijvoorbeeld, komen, of document processing. En eigenlijk de intelligentie die een mens heeft om een bepaald document of een bepaald ding te doen, aan de machine zeggen wel... Doet dat ook zo. Ja. Als dat, dan dat. Of zelfs beter. Of beter. En voilà. En geen congé, niet ziek, niet zagen. Voilà. Ja. En dat vind ik wel... Ja, AI is prachtig. Hè? Bijvoorbeeld Google heeft ook net iets gedaan. Die hebben AI losgelaten op hun datacenters. En het verbruik van energie efficiënter gemaakt. En dat is drastisch naar beneden gegaan. Gewoon omdat die AI heeft gezorgd. En gekeken hoe kunnen we energieverbruik zo laag mogelijk krijgen en nog altijd dezelfde prestaties behouden. Ja. Dat is fantastisch. Ja, zeker. Ik bedoel, dat is denk ik een veel betere lange termijn oplossing voor dingen zoals klimaat en zo. We zijn er. Nee. Ik wil het niet over de onderwerpen. Maar dat is maar een stoep voorbeeld. Ik wil er zeker over hebben. Ah, okay. Ja, en ook over circulaire economie. Dat moet nu ook altijd... In elke podcast moet dat woord één keer inkomen. Oké, okay, dat is echt hip zo. Ik vind dat ook zeer belangrijk. Dat taartje bijvoorbeeld. Dat steekt mijn ogen uit. Maar ik ga er niet aankomen. Nee. Ik moet binnen 3 weken naar Zuid-Afrika de mountainbike-wedstrijd gaan doen en dan moet nog 4 kilo af, dus ik moet echt... plastieke taartjes. Dus zijn dat plastieke taarten? Ja. Van de Rijmeland. Serieus? Ja. Maar dit is wel licht, als je chocolaatje wil. Ah, dat zijn plastieke taarten. Ja. Ah, dat stelt mij nu teleur, hè. Want ik had echt gedacht... Nee, dat was me opgevallen. Ik zeg, verdomme, die gasten, dat is ook voor de thuis zo'n taartje zo. Vond ik wel tof. Die koffie was wel lekker. Ja, dat zijn wel echt. Dat zijn echt. Is dat een plastic stage? Nee, maar... Ja, dus digitalisering, klimaat, ja, belangrijk. Hmm. Wat ik een beetje mis in al die debatten, is de zin voor nuance. En zo, het probleem van de polarisering ook. Hmm. Voilà. Dus, dat zien we overal, hè. En ik heb daar ook zware discussies met mijn kinderen over. Ik ben nog een petrolhead, hè, dus ik ben geen racepiloot meer. Ik ben dat 12 jaar geweest. Okay. Nu ben ik dat al...
van 2012 ben ik gestopt. Ik ben al 6 jaar niet meer. Ik werk nog met een aantal petrolheads werk ik nog mee. En dan ben ik instructor. Dat is zo'n beetje het ersatz voor de piloot die niet meer race. Dat hem af en toe nog eens kan aan iemand uitleggen. Want we moeten snel met een auto rijden. Dus ik ben nogal voor cilinders en bla. Dus maar ik ben geen klimaatontkenner. Ik denk dat er inderdaad wel dingen zijn die echt waar we een beetje erover aan het gaan zijn. Maar dat wordt op een zeer polemieke manier dat debat gevoerd. En alle gedoe rond elektrische wagens ook. Dat is, de politiek heeft dat overgenomen. En dat is bijna een sect. Dat is eigenlijk de nieuwe religie op dit moment. Hè. Ja. Het is een nieuwe religie met al zijn symbolen. De heilige Marie, de heilige Greta en de... De zandloper van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, ja. Moeilijk. Moeilijk, absoluut. Moeilijk. Het is, het is super complex. We kunnen al een podcast van 4 uur op zijn eigen over doen. Geboortebeperking. Dat moet er gebeuren. Dat is een vreselijk woord. Vreselijke consequenties, maar... dat moet er gewoon gebeuren. Dus wat ze in China bijvoorbeeld hebben gedaan? Bijvoorbeeld, ja. We gaan naar 8,6 miljard mensen in het volgende decennium. Volgens de laatste tellingen. En dat ding heeft maar een bepaalde veerkracht. Mm-hmm. Consumptie is ook wel een issue, hè? Groei, consumptie. Ja. Al die bevolkings... Want het heeft nog nooit zo goed gegaan, eigenlijk. Dat is ook het erge daaraan. Hè? Dus er staan fantastische boeken die aantonen dat eigenlijk... Heel veel zaken die vroeger echt veel erger waren, teruggedrongen zijn. En met deze armoedegrens en zo. Er is nog nooit zo klein geweest. Maar men staart zich blind op Jeff Bezos of al die polarisatie. Maar overbevolking is echt wel een probleem. Want als die mensen allemaal zich willen ontplooien en groeien en toch middelklaas en uppermiddelklaas worden, consumptie, dat spel gaat om. Ja. Dus daar moet wel iets mee gebeuren. En consumptie moet ook naar beneden gaan op een manier, hè? Proberen, ja. Op een manier. Maar ik denk dat dat is het voordeel van de jeugd vandaag, dat ze daar iets minder materialistisch ingesteld zijn. Hoeveel mensen laten het al minder vlees eten? Dat is ook ongelooflijk. Bijvoorbeeld, ja. Dat gaat ook wel helpen. Ik kan toch nog een goede steak smaken. Maar ik sta ook wel open voor bijvoorbeeld een hamburger dat gemaakt is van insecten. Ja. Ik zou dat niet erg vinden om te eten. In een paar veggie dagen in de week, dat vind ik ook wel. Ja, natuurlijk, maar wij eten absoluut minder. Een van mijn beste vrienden heeft heel veel beenhouwerij. En die zegt ook dat hij het wel merkt. Ja. Mm-hmm. Dat is ook goed. Maar dat is allemaal water op een eten plaat. Hè. Mm. Die overbevolking, dat probleem is niet in Europa. Hè. Nee. We kunnen het vragen, want Europa is inderdaad niet echt het probleem. Daar is net een vergrijzing. Het westen wil dat je 1, max 2 kinderen zo. Allee, dat is zo wat ideaalbeeld van het gezinnetje dat hier zo heerst. Maar dat is, een ander deel van de wereld is die cultuur. Ja, dat is... Mensen hebben weer kinderen. Om het simpel te stellen. Hij dacht al dat het woord konijnen, maar hij durft het niet zeggen. Dat is heel disrespectful. Nee, de podcast onttaart volledig. Nee, ik heb eigenlijk nog een vraag. Even switchen. Even serieus, ja. Moest je een onderneming nu een onderneming opstarten? Ja. Wat zou je doen? Een idee? Ik ga je iets verklappen. Ik ben niet zo goed in het opstarten van ondernemingen. Je had wel een onderneming, dacht ik. Ja, maar ik ben daar niet zo goed in. Oké. Ik denk dat ook een belangrijk kenmerk van leiderschap is ook je zwakke kanten kennen. En dat doet je een heel leven lang over om dit aan te voelen. Maar ik ben goed in het pakken van iets en dat aansturen en bijsturen en zo. Maar ik zie het echte ondernemersbloed... Allee, dat doet mij wel plezier dat ik daar onder die titel hier zit. Maar ik ben eigenlijk geen razzichte ondernemer. De ene onderneming die ik zelf opgestart heb, daar heb ik al 10 jaar processen mee lopen. Dus dat is niet zo... Bike 7? Nee. Bike 7, dat is een mooi verhaal. Bike 7 is een mooi verhaal. Dat is eigenlijk een verhaal dat ontstaan is door een goede vriend van mij, Jan de Schepper, die was adviseur. En volgens mij zit hij nog altijd bij een bedrijf, Novasio, de mannen van Tech 7. En die hadden een heel tof product. En dat rook naar cola.
En Jan was daar heel fier op en zei, riekt die zo, riekt die zo. Ik zei, dat gaat stinken. Nee, dat riekt goed. En, dus, en dan hebben wij op basis daarvan echt heel creatief, dat was heel tof, dat was echt een toffe periode, hebben wij dat product gelanceerd en dat allemaal bedacht en die naam en die brand en, ja. En dat is nog te koop ook nu, denk ik. Ja, absoluut. Ja, nee, Bike 7, ja. De mensen zitten hier niet ver. In Ole zitten die. Okay. Ah, right. Van Ole, ja. Novatio. Novatech Novatio. En Bert Vissers is daar de CEO. En een fijne man. En die... Ja, die hebben daarin geïnvesteerd. En die, we hebben daar heel gamma ontwikkeld. Die grease, die blok. Grease voor warmweer, grease voor natweer. Mm. En, want voilà. Je bent zelf ook een fiets, ja, fietser. Ja, mijn vrouw heeft een fietsenzaak. Hmm. Ja. En ja, dat is, we hebben dat ook verdeeld. Dus, en nog altijd trouwens. Dat sluit wel mooi aan. Ja, zo, dat was, we hebben toen ook de winkel gebruikt en, voor de filmpjes te maken. En zo. Ah, ja, okay, met onze technieker toen. Ja, ja. En ja, dat was tof. Dat vond ik plezant. Ja. Dus als ik iets zou morgen moeten terug beginnen... Ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer in om nog iets te beginnen. Okay. Ik ben 57. Ik heb al zoveel begonnen opgestart. Mm. Nee, dat mensen maar met iets beginnen. En het is voor mij gemakkelijk om te zeggen, dat is goed, dat zou ik anders doen. Ja, dan in de positie. Dat vind ik plezant. Ja, maar zo terug. Ik denk dat je moet daar ook een zekere weerbaarheid voor hebben, een zekere veerkracht. Mm. Ik ben daar vol respect voor, hè, voor ondernemers die zo tegen alle against all odds die blijven gaan. Zo. Dat is ook een vorm van bijna... ja, ontkenning, hè, zo, die pff, blijven, chapeaus, allee, ja. Iedereen heeft altijd jaloers op die mensen en zo, maar als de Bezos met zijn boekjes begonnen is, allee, ja, die een type heeft, ja, en dan heeft hij waarschijnlijk heel slimme mensen rond zich gevormd, die dan met Amazon begonnen zijn, hè, de hosting en de data capability. Ik denk niet dat hij dat uitgevonden heeft, maar bon. Hij zal blijven gaan, hij heeft daar visie gehad, mensen blijven aansturen. Super, super. Amazon, super, is ongelooflijk. Super. Bijvoorbeeld de gasten van Tomorrowland, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Eerste versies, ze geld bij hun ouders moeten gaan leren. En toch, koppig, dat is bijna nihilisme, dat is bijna... Zeggen, allee, tegen wil en dank. Ja, absoluut, de tunnelvisie. Ja, gewoon, ik moet allemaal niet weten, ik ga door zo. En dan, natuurlijk... Die honderden die wel al op hun bek gegaan zijn, die zie je dan niet. Maar ik vind dat... Ik heb dat en ik ben een beetje risicoavers daar meer in geworden. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb die veerkracht wat minder. Oké. Okay. Ja. Ja, waar we ook heel geïnteresseerd in zijn, hoe is de mens begonnen? Hoe is dat verhaal begonnen voor u? Ja, wij wilden genieten binnen doen. Hè. Ja, dat is een groot doel in ons leven. Nee, serieus. Ja, muziek. Ik kan mij geen leven zonder muziek voorstellen. Okay. Ja, dus dat is... Ja, muziek, dat is altijd aanwezig. Als ik naar hier kom, ik kijk uit naar die rit om naar hier te komen. Mm. Want dan kan ik een uur muziek luisteren. Luister je dezelfde muziek of luister je altijd andere muziek? Ik heb nu een playlist op Spotify van 1500 nummers. En ik heb al mijn cd's weggedaan en elke dag. En dat is tof, want je kunt kiezen ook. Hè. Ik ben niet zo'n fan van Spotify en van het verdienmodel dat erachter zit. Mm. Want de muzikanten hebben daar enorm veel last van. Maar ik vind het wel fantastisch als tool. Mm-hmm. Omdat je kunt zeggen, ik hoor de nummer van... Ik zeg maar iemand, Prefab Sprout, een groep dat je waarschijnlijk niet kent. En zeg, ik vandaag een keer naar hem luisteren. Up, en dan zit dan, en dan komen al die nummers. Dan, het is allemaal een vingertoppen gewoon. Hè? Wat zeg je? Het is allemaal een vingertoppen. Fantastisch. Je kunt alles luisteren. Ja. En dan zijn we helemaal ook terug weg zo. Dus ik vind muziek heel belangrijk. En wij hadden ook niet zo... Hoe moet ik dat nu zeggen? Dat is zoiets wat ik merk. En dat is geen kritiek, dat is gewoon een vaststelling. Hè? Veel... Door de veelzijdigheid van middelen die aanwezig zijn, zijn jongeren zeer veel veelzijdiger dan wij in onze tijd waren. Wij zijn ons bezig met in een auto de nummerplaten te memoriseren van auto's. Ik kunnen nagaan. Allee, wow, boring, maar wij deden dat. En dus, wij hadden ook niet... Allee, wij gingen niet wakeboarden en dan een week daarna gingen we surfen en dan gingen we snowboarden. Nee, wij gingen niet wakeboarden en wij gingen niet snowboarden. Dus ik kocht een bas, want ik... Ik vond dat tof en ik was een fan van een bepaalde groep. En die bassist die had een enorme uitstraling. En ik wou zijn gelijk als hij. En dus ik kocht en ik heb daar uren op zitten oefenen. Hmm. En zo tot op het obsessieve af, dat mijn moeder zo mee nu 's nachts kwam op de kamer.
Bevankje. Nou moet je gewoon slopen. Maar ik blijf maar spelen. Ja. En dat vond ik wel tof. Terwijl nu, dat vind ik wel spijtig, dat mensen dikwijls van zijn in veel dingen een beetje goed, maar niet echt in iets heel goed. Verdiepen in een craft. Ja, dat vind ik wel... Dat vind ik wel, daar volg ik wel in. Ik vind dat... Life is about choice. Als iemand kiest voor veel dingen van alle markten thuis te zijn en daar redelijk middelmaat in zijn, vind ik dat ook, als hij maar gelukkig is. Ik vind het toch tof om te kunnen excelleren in iets. En dat is nu toe. Enfin, niet dat ik zo'n goede bassist ben, hè. Dat zijn er veel beter in België. Maar ik kan wel redelijk mijn bas overweg. En met de autosport was dat juist hetzelfde. Ja. Ik kan redelijk goed mijn auto rijden. Want er zijn er die nog beter kunnen. Er is altijd iemand die beter is dan jij. Maar je kunt wel proberen toch in die piramide zo hoog mogelijk te geraken. Dat is een drive die je hebt of je hebt die niet. Ja, dat is ook ambitieus uiteindelijk. Zeker. Ja. En dan heeft dat veel met geluk te maken en de juiste mensen tegenkomen. Ja. En als je met Frank tegenkomen, dat is zoals Lennon McCartney. Hè. Het zijn de Beatles. Hè. Ja, dat weet je. Dat moet je zeggen. Nee, als, McCartney, wie? Ja, de Beatles. De Beatles. TikTok. Nee, de Beatles. Muziek, zo. Muziek. Ah ja, dingen, Reggie. Nee. Zo, dat is ook al een 10 jaar geleden. Zo. Hoe heet ze? Dingetje daar. Ze doen al wat zelf. Zo. En dan zo. Zo. En dan valt het stil. En dan komt het op en dan ontploft het terug. Dat zijn artiesten dan ook nu. Tomorrowland en zo. Ja. Dus je bent dan uw partner tegengekomen? De Frank, ja. Ja, dan hebben we even muziek gemaakt, maar dan ben ik naar Parijs vertrokken. Ik heb 4 jaar in Parijs gewerkt. Oké. Omdat we een baas daar naartoe trok en die, ik denk dat die eigenlijk niet alleen wou gaan en dus die heeft nog meegaan. En ik zeg, dan zijn we weg. Hè. En met mijn toenmalige echtgenoot zijn we naar daar gegaan en we hebben daar 4 jaar gewoond en gewerkt en geleefd. En dat is een beetje mijn tweede thuis geworden. Ja. En dan ondertussen was hier VTM ontstaan en was zo 10 om te zien en zo, dat was echt een boom. En ik ben dan teruggekomen en dan daar is ook trouwens in een aflevering van Belpop is dat ook aan bod gekomen, heb ik tegen Frank gezegd, al die shit, wij gaan er onze shit nog eens bovenop, wij gaan ook onze shit maken en dan zijn we zo met de mensen begonnen, met ons tweeën beneden in een kot. Zo krabben en doen en taffelen en geluk hebben en goede nummers maken, denk ik. En iets te vertellen hebben. En dan vertrekt dat en dan... Ja, en nu is dat 28 jaar geleden. En als je dan nu daarop terugkijkt, dan... Wij staan daar niet zo bij stil. Ja. Maar als je dat bekijkt, dan zeg je, ja, dat is wel iets. Hè. Dat zijn enorm iconische nummers in de Vlaamse muziekgeschiedenis. Sowieso. Ja, dat is tof. Ik ga ze nog eens opzetten, denk ik. Ja, ze biedt in de auto. Maar niet als ik hier ben. Hè, want, dat is zeer gênant. En dan gaan we nu dansen. All right. Ja. Speelde nu nog? Absoluut. Okay. Morgen gaan we repeteren. Ah, oké. Okay. Ik zie er al naar uit, want dan gaan we waarschijnlijk de hele tijd flauwe moppen vertellen en onnozel doen. Hè. Dat is ook een vriendengroep uiteindelijk. Absoluut. Okay, dat is leuk. Misschien nog het belangrijkste. Ja. Nog, hè. Ja. Dat je blijft toch op een of andere manier nog dat jongetje van toen. En, dat is een beetje een jongensclub, hè. Die succesvol is en die blijft gaan. Wij zijn nooit top geweest, hè, want wij zijn nooit niet commercieel genoeg stijl Clouseau om bij de om 10 keer het Sportpaleis vol te krijgen. Absoluut niet. En niet alternatief genoeg, gelijk als Deus of zo tussen de twee zo. En dan maakt dat wij een heel specifiek publiek. Ja. Maar dat blijft groeien en dat verjongt zich ook. Dat is wel tof. Ah, dus het zijn niet alleen maar oude zakken. Die TikTokkers en zo. Ook, TikTokkers, ja. Hoe herkent je die eigenlijk? Die dansers. Maar wat doe jij nu allemaal? Ah, papa, jij verstaat dat niet. Dat is echt een craft, hè? Je kunt van TikTok aangenomen. Ja, dat staat nu sinds gisteren op mijn gsm. Ik weet echt niet wat ik ermee moet doen nu. En dan zo doet ze en zo. Maar ook sketches, dat vind ik wel leuk. Mensen die creatief worden en van die seconden gebruik maken om echt film te maken. Ja, om filmpjes te maken. En echt een verhaaltje te vertellen en dan uiteindelijk moeten hopelijk lachen. Ja, ik vind het beter zo. Dan zo de craft om zo'n selfie te maken.
Want dat is... Ja, absoluut. Ja, daar ik ga mee akkoord. Er zit al aan meer craft in, hè. Ja, dat ja, lijkt allemaal zo op elkaar lijken. Hè. Ja, dat is grappig. Ja. Maar ik heb... De jeugd is er, dat is de toekomst. Ik vind dat heel belangrijk. Zo. Dus, dat mm-hmm. Ik ben een fan van de jeugd, eigenlijk. Dat is waar. Dat is leuk om te horen. Dat is een heel tof onderwerp om op te eindigen, denk ik. Ja. Ja, enorm bedankt voor uw tijd. Ik heb mij echt goed geamuseerd. Ik hoop dat u ook heeft geamuseerd. Oké. Okay. Dat het nog langer ging duren. Ik denk dat we wat tekens krijgen, langs de ja. Dus, stop hem. We willen die bepaalde lengte houden, maar ook niet lang. Je hebt grote zo, allee... Blijft een podcast, maar dat toch wel hapklaar blijft. Zeer, goed, goede vragen. Goed voorbereid. All right. Ja, enorm missie om erin te komen. Klappen terug nu. Ah, pak van wel. Ja, absoluut. Ja. Ciao. Ja. Ciao, bella.